An e-what? Een e-mail. Dat is hetzelfde als een brief, maar dan verzonden via de computer. Oh. Allee, ken je dat niet? Nee. Allee, ik zal het je laten zien. Hier kan je dan typen. En hier klik ik op verzenden. Oei. En waar komt die brief dan uit? Maar nergens, opa. Die brief komt terecht op de computer van de andere persoon. Ja, en die kan die brief dan lezen, hè. Toch raar, hoor. Wij gebruikten vroeger gewoon een typemachine. Een typemachine? Wij deden daar gewoon een papier in. Dan typen. Dag, Mila. En je ziet, die brief komt er dan onmiddellijk uit. Gewoon in een enveloppe, een postzegel erop en dan met de post verzenden. Maar dat is dus eigenlijk gewoon een computer die dat onmiddellijk print. Welk instrument speelde ze? Ik weet het niet. Ken je dat dan niet? Dat is een tenorsaxofoon. Ah, maar dat ken ik wel. Dat staat op mijn iMusic app. Op je iWhat? Op de tablet staat een iMusic app. Opa, dit is een spelletje om zelf je orkest mee te bouwen. Allee, ik toon het je. Kijk, opa. Je klikt op de saxofoon. En voilà! Weet je wat grappig is, opa? Dat mannetje met zijn stokje. Als het hele orkest aan het spelen is en je zet het mannetje uit, dan moet je het goed. Dan moet je eens horen wat er gebeurt.